Het slavernijverleden zal in het vervolg worden ondergebracht bij het kabinet van de president. Johan Rooser, voorzitter van het Nationaal Comité Slavernijverleden, heeft vandaag aan de vooravond van 1 juli het verzoek gedaan aan president Chandrika Prasad Santokhi om het slavernijverleden te plaatsen onder een ministerie. Maar Santokhi haalde aan dat zijn presidentiële instituut ter beschikking staat om het beleid op het stuk van het slavernijverleden verder inhoud te geven. De regering is bereid om meer aandacht te besteden aan het Surinaams slavernijverleden. En als u allen het besluit neemt dat op het niveau van de president moet komen, dan gaan we daar op dat niveau positioneren. Daarbij komt bijkijken de positie van de Surinaamse overheid naar de Nederlandse overheid toe voor wat betreft erkenning, excuses, herstelbetaling en de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het aangedane leed als gevolg van de mensenrechten schending. Het zijn zaken die allemaal met goed dialoog aangepakt zal moeten worden en dat zal onze insteek ook zijn. Het staatshoofd haalde ook aan dat er samen maatregelen zullen worden bedacht en geïmplementeerd, zodat generaties na ons kunnen genieten van deze inspanningen over het slavernijverleden. De input van de Afro-Surinamers zal hierbij van eminent belang zijn. Samen met onder andere uw input zal de Surinaamse regering een visie ontwikkelen met betrekking tot de structurele bijdrage de Surinaamse samenleving en de Surinaamse regering zal leveren aan het onderzoek naar de effecten van de doorwerking van het slavernijverleden. We kunnen dit niet alleen als regering. Sterker nog, we moeten het ook niet alleen willen. En ik zei het al, we moeten het samen doen. En dankzij 1 juli 1863 bestaat deze prachtige Brumchijari. Een Brumchijari. Abrumchijari, Sadena Kondre, Sao Boa Kondre Disi, Abrumchijari, Naf Unu. Het Nationaal Comité Slavernijverleden en andere organisaties hebben vanmorgen in het Presidentieel Paleis in het kader van 159 jaar afschaffing van de slavernij de president, vicepresident, voorzitter DNA en de voorzitters van NPS en PL omhangen met een schouderdoek. Ook kregen de echtgenoten van de president en de vicepresident een Angisa.